dagen bezig met een kuddeverplaatsing van Mierlo naar Valkenhorst. En woensdag werd de kudde al gespot midden in Helmond. Herder Willem en zijn honden Sally, Finn en Vicky zorgen ervoor dat de schapen veilig aankomen op de hei om daar te kunnen grazen. Wel de kortste weg, maar ook gelijk de meest veilige weg. Dus als we een spoor kunnen vermijden, dan doen we dat. Maar ja, soms gaat dat niet anders. Hup, 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 hup. Kom op! Hup, 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 hup. Goedkoper als transport, als we een vrachtwagen. En de transport geeft ook weer een hoop stress. En hier zullen best ook al een keer stressmomenten voor de schapen zelf zijn. Maar wij kiezen er toch altijd voor om het te voet te doen. Gelukkig heeft het overige verkeer niks te mekkeren. Iedereen vindt het eigenlijk mooi en mensen hebben heel veel geduld in één keer en zetten ze een auto af en lekker genieten en die maken wat foto's en een filmpje en dan is het helemaal goed.